We gaan het hebben over India. Want in de armste delen van India hebben zo'n 400 miljoen mensen nog altijd geen betrouwbare stroomvoorziening. Daarom produceren veel Indiërs maar hun eigen elektriciteit. Meestal met zonnepanelen. En ze worden daarbij geholpen door een Nederlandse start-up. Het jonge bedrijfje wil een revolutie ontketenen door kleine opwekkers en gebruikers van stroom met elkaar te verbinden. In een dorp in de deelstaat Bihar begint die revolutie bij de oude meneer Abdullah. We zijn in Banki Bazaar, een groep dorpen in Bihar, een van de armste deelstaten van India. Ik ben hier met Ruralspark, een Nederlands bedrijfje dat alternatieve energie brengt in dit soort dorpen. We zijn aangekomen bij een opslagplaatsje. Hier bewaart Ruralspark de energiepakketten die ze verhuurt. Zo'n pakket bestaat uit een zonnepaneel, een oplaadstation dat lijkt op een internetrouter en uit 12 LED-lampen. De lampen worden via de router opgeladen door het zonnepaneel. Je krijgt er ook een powerbank-achtig accu'tje bij. Dit is een ander paneel dan deze. Geen Tata paneel, maar een nep paneel. Indiaanse apparatuur is vaak van slechte kwaliteit. In de hoek staan dozen vol kapotte LED-lampen. We zijn begonnen met lampen van een andere leverancier. Die hebben ons verteld dat die ook zou werken vanaf een USB. Maar het bleek na een aantal maanden dat die toch niet werkt met USB, waardoor ze langzaam kapot gingen. En dus ontwierp Evan Mertens, een van de oprichters van Ruralspark, zelf maar even een deugdelijke LED-lamp. Die wordt inmiddels spotgoedkoop hier in India geproduceerd. Na 3 jaar van bizarre problemen en constant testen in de dorpen begint hun doe-het-zelf energiepakket nu echt goed te werken. We staan hier nu bij het tweede winkeltje van een van de afnemers van de kit van Ruralspark. En die heeft daar dus zoveel geld mee verdiend dat hij naast zijn oude winkeltje nog een nieuw winkeltje kon openen. Met armbanden, wierook, schrijfblokjes. Er staat een naaimachine, dus er worden ook kleren hersteld. Er is een waterpomp. Het is een ondernemer die erg ondernemend is. Dus hij heeft zijn eigen loodaccu al, heeft een televisie, een ventilator. Het lijkt wel een auto-accu. Ja, dat is het ook, denk ik. En vanaf die accu lopen twee snoeren, geel en zwart. En die lopen door een slaapkamer heen. En die gaan naar het dak. Ja, ik denk dat deze... Ja, die zal naar het zonnepaneel lopen. En er staat een ventilator naast het bed. Daar aan de andere kant in de slaapkamer staat het laadstation. Waar die mix van lampen van de nieuwe batch van ons en van de vorige batch mee aan het opladen is. Zodat ze vanavond weer kunnen worden verhuurd. Ja, precies. Publieke demand badte gaya. Isi tarah se matlab badte hi gaya. De stroom van de overheid valt hier continu uit, vertelt ondernemer Ravi Kumar. Mensen huren graag de lampen die ik oplaad. Ik vraag 4 roepies per dag. Ik verdien er zo'n 1500 roepie per maand mee. Ja, en daarvan kocht hij dus dat tweede winkeltje. Zijn zoontje zit voor de tv, aangesloten op een zonnepaneel. Dankzij de oplaadlampen kan hij nu ook 's avonds zijn Engels oefenen. My name is Sunny Kumar, my father name is Dinesh Prasad, my mother name is Pinky Devi. We proberen een soort van revolutie te bewerkstelligen. Nu is het zo dat het energienetwerk wordt vanaf bovenaf opgelegd. Het wordt ontworpen door meestal de overheid en gecentraliseerd neergelegd naar alle gebruikers en daar gebruikt. Wij proberen het netwerk volledig te wijzigen richting een netwerk waarbij de gebruikers zelf verantwoordelijk zijn voor het opwekken van energie en dat delen met hun buren. En daar gebruiken. Een revolutie. En die begint misschien wel bij de oude meneer Abdullah. Hij woont in een veel armoediger huisje dan de ambitieuze Ravi Kumar. Maar ook meneer Abdullah heeft een zonnepaneel en de Ruralspark lampjes die hij verhuurt. Ik verhuur aan de allerarmste, zegt hij. Te arm voor een stroomaansluiting. En ze zijn onaanraakbare, die nooit van een hoge kastenhindoe als Ravi Kumar zo'n lamp kunnen huren. Maar wel van mij. Ik ben moslim. Hij vraagt maar 2 roepie per lamp en verdient dus veel minder dan Ravi Kumar. Maar, zegt hij, nu kunnen de armsten na het werk op het land bij het licht van mijn lampjes wat bijverdienen met naaiopdrachten. En nu kunnen ook hun kinderen 's avonds leren voor een betere toekomst. Mooi verhaal. Alternatieve stroomvoorziening dus in India. U hoort een verslag van onze correspondent daar, Juri Boom.